Hey, wat goed dat je kijkt. Laten we snel beginnen. In dit uitlegfilmpje vertel ik je wat meer over de vier rijken. Aan het eind van deze uitleg weet jij waarom er in de biologie organismen worden geordend? Weet jij dat alle organismen op aarde worden verdeeld in vier rijken? Weet jij de vier rijken te benoemen? En kan jij de celopbouw van iedere rijk benoemen? Goed, de eerste vraag is eigenlijk, waarom ordenen we in de biologie? Nou, hier zie je onze planeet, planeet Aarde. En zover we nog weten, is alleen op deze planeet leven te vinden. Hierdoor vinden we namelijk levende wezens. En je hebt geleerd dat organismen levende wezens zijn. Nou, op onze aarde hebben we heel veel levende wezens, heel veel organismes. Zo hebben we planten, we hebben dieren, we hebben bacteriën en we hebben schimmels. En we hebben heel veel verschillende soorten planten, we hebben heel veel verschillende soorten dieren. Er zijn echt biljoenen verschillende soorten bacteriën en schimmels. Ja. En als we met z'n allen die op één grote hoop gooien, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dan is het echt één grote troep. En stel, hè, we vinden een nieuw diersoort of je komt opeens, je loopt in de jungle en je komt opeens een dier tegen dat je denkt, waar hoor jij eigenlijk tussen? Wat ben jij eigenlijk? Ja, dan is het toch super handig als we al een beetje alles hebben geordend, zodat we heel makkelijk kunnen terugvinden wat voor dier of wat voor plant het zou kunnen zijn, waar die familie van is. En we ordenen in de biologie eigenlijk alleen maar om het voor ons overzichtelijk te maken, wat er allemaal hier op deze aarde rondloopt. En als we dat niet zouden doen, dan zou het één grote, onoverzichtelijke bende zijn, zoals je hier ziet met al die snoepjes in dozen en zo. En stel, hè, je komt in het tropisch regenwoud een bepaalde diersoort tegen of een plantensoort. Bijvoorbeeld een lolly die groen is. Hè? En je loopt deze kamer binnen en denk je, jeetje, als ik die moet zoeken, ik zou niet weten waar die bij hoort. Nou, hoe makkelijk is het dan dat je het even hebt geordend? Dus dat je weet van, nou, onder welke groep valt die? En dat je daar dan heel makkelijk tussen kan gaan zoeken. En als je alles ordent, dan ziet het er al wat overzichtelijker uit. En kan je het veel makkelijker vinden. En dat is gewoon eigenlijk een manier van mensen om dingen gewoon wat overzichtelijker te maken, structuur te bieden. En dat het eigenlijk gewoon heel makkelijk en duidelijk is terug te vinden. Nou, ordenen betekent dus eigenlijk het indelen van groepen. En dat doen we dus ook in de biologie. En in dit hoofdstuk ga ik jou leren hoe we die hele berg organismen, hoe we die indelen. Nou, we delen de hele groep organismen delen we eigenlijk in vier rijken. En het ordenen, dat is dus het indelen van groepen, dat weet je nu. Je weet nu ook dat een organisme een levend wezen is. En nu ga ik je vertellen hoe we die bergorganismen alvast in vier groepen kunnen verdelen. En die vier groepen, dat zijn de planten, dat zijn de dieren, dat zijn de bacteriën en de schimmels. En al deze vier groepen, die hebben we ingedeeld omdat iedere groep een aparte celbouw heeft. Dus die heeft zijn eigen celopbouw. En dat maakt ook dat ze vallen onder een eigen groep. Alle planten hebben dezelfde celopbouw, alle dieren hebben dezelfde celopbouw, alle bacteriën hebben dezelfde celopbouw en alle schimmels hebben dezelfde celopbouw. En wat we nu gaan doen, ik ga nu iedere rijk langs en laten zien hoe die cel is opgebouwd. En dan zie je ook echt de verschillen en waarom die organismes in een bepaalde groep vallen en niet bijvoorbeeld in een andere rijk vallen. Nou, laten we gaan kijken. Als eerste, de rijk van de planten. Nou, hier zie je de cel van een plant. En je weet nog misschien wel uit hoofdstuk 2, een plantencel die heeft bladgroenkorrels. En dat is heel kenmerkend voor planten, want alleen planten hebben bladgroenkorrels. Als we dan kijken naar een dierlijke cel, ja, die heeft geen bladgroenkorrels en die heeft ook geen celwand. Dus dat is weer heel kenmerkend voor een dierlijke cel. Alle dieren hebben deze celopbouw.
Als je dan kijkt naar de rijk van de bacteriën, ja, die zien er alweer heel anders uit. En misschien valt het je ook wel op, een bacterie heeft helemaal geen celkern. Dus als je een cel tegenkomt zonder celkern, dan heb je waarschijnlijk te maken met een bacterie. Nou, en als laatste heb je de rijk van de schimmels. En zoals je kan zien, een schimmel die ziet er bijna hetzelfde uit als een plant. Alleen mist die de bladroomkorrels. En daarom is dat ook een aparte groep, een aparte rijk. Nou, ik ga het voor jullie even heel overzichtelijk maken. Want je moet dus weten welke vier rijken er zijn. En je moet dus weten hoe iedere cel van iedere rijk eruit ziet. En jullie hebben vorige les van mij dit blaadje meegekregen. En die gaan we nu samen invullen. Je doet met me mee. Je vult samen met mij de tabel in. Dan knip je hem vervolgens uit. En je plakt hem in je aantekeningsschrift. En dan ben je klaar voor deze les. En gaan we in de les daarmee aan de slag. Oké, laten we eerst even kijken naar de rijk van de bacteriën. Nou, er zijn bepaalde celkenmerken waar we eigenlijk naar kijken. Hè? Waar we op... waar we die vier rijken op indelen. Dat zijn namelijk een celwand, heeft hij een celkern of heeft hij bladgroenkorrels. Dat zijn de drie belangrijke cel-eigenschappen. Nou, als we kijken naar de bacterie, dan heeft hij een celwand, maar hij heeft geen celkern en ook geen bladgroenkorrels. Dus een bacterie heeft alleen een celwand. En dan vervolgens vragen ze onderin de tabel, is hij eencellig of veelcellig? Nou, bacteriën zijn eencellige organismen. Ze komen altijd, ze bestaan eigenlijk uit één cel. En dat betekent dat ze, een levend organisme maar uit één cel bestaat. En ik zal je zo vertellen wat dan veelcellig betekent. Als we dan kijken naar de rijk van de schimmels, dan zie je dat een schimmel wel een celwand heeft. Je kan ook zien dat het een celkern heeft, maar het heeft geen bladgroenkorrels. Als we dan gaan kijken naar is het een schimmel eencellig of veelcellig, dan is het goede antwoord veelcellig. Schimmels die kunnen ook zich voordoen als bijvoorbeeld een paddenstoel. Niet alle schimmels zijn, maar een paar schimmels die echt ook paddenstoelen maken. Maar een paddenstoelen die kun je eigenlijk zien met het blote oog. En als je het gewoon eigenlijk met het blote oog kan zien, dan weet je dat het uit meer cellen bestaat. Omdat, net zoals een lichaam, dat bestaat ook uit meer cellen. Dat is gewoon een heel organisme gebouwd. Uit meer cellen, zeg maar, als zouden wij een stukje wangcel in het water leggen of zo, dan gaat het uiteindelijk dood. Want bepaalde organismen hebben veel meer cellen nodig om alles in leven te kunnen houden. En schimmels dus ook. Schimmels zijn veelcellig. Als we dan kijken naar de plant, dan heeft de plant ook een celwand. En zoals je kan zien heeft een plant ook een celkern. En we weten dat alleen planten ook dus bladgroenkorrels hebben. En dan is de vraag, is een plant eencellig of veelcellig? Nou, een plant is zowel eencellig als veelcellig. Misschien ken je het wel, algen, heb je daar wel eens van gehoord, hè? Dat ligt bijvoorbeeld in de sloot of die komen voor in de zee. Dat zijn eencellige planten en bestaan maar uit één cel. Maar je hebt ook planten die zijn veelcellig. Denk bijvoorbeeld aan een boom, die kan je ook zien met het blote oog. Ja, die bestaan uit heel veel cellen bij elkaar. Dus planten zijn zowel eencellig als veelcellig. Nou, als laatste heb je nog de rijk van de dieren. En de rijk van de dieren, die hebben geen celwand. En die hebben eigenlijk alleen een celkern. Verder natuurlijk wel een celmembraan met celplasma of cytoplasma. Maar dierlijke cellen hebben geen celwand en ook geen bladgroenkorrels, alleen de celkern. Zijn dieren eencellig of veelcellig? Nou, nu komt-ie. Dierlijke cellen kunnen zowel eencellig als veelcellig zijn. Nou, veelcellig is best logisch. Hè? Een olifant bestaat uit heel veel cellen. Een mens bestaat uit heel veel cellen. Maar misschien weet je nog niet, er zijn ook eencellige dieren. Ja, dat is heel gek en ik heb hier een voorbeeldje van. Dit is namelijk het pantoffeldiertje. En het pantoffeldiertje kan je alleen zien onder de microscoop. Maar het pantoffeldiertje, die bestaat uit één cel. Dus wat je nu ziet is één hele cel met de celkern. En het leuke, hij heeft ook allemaal haartjes aan de buitenkant van zijn cel. Waarmee je kan zwemmen. Maar het is een eencellig diertje. En die noemen we het pantoffeldiertje. Ja, nou goed.
Hierdoor zie je nogmaals het tabelletje. Neem het even over. He, zet goed de kruisjes neer bij de juiste celonderdelen. En als je dat hebt gedaan, knip je hem uit. Plak je hem netjes in je aantekeningsschrift. Zet er even een titeltje boven met de vier rijken. En dan ben je helemaal klaar. En dan zie ik je straks in de les. Tot dan!